Hey, Peter Blom. wat een verrassing, hè? Nou, ik moet zeggen, jij hier staat hier op deze kermisdag. Ja, nou, hiernaast wordt het wel meer dan hier binnen. Ja, ja, het is een oase van rust. Ja, nou want we kwamen daar binnen en dat is de oude raadzaal van het stadhuis. Want we zijn in het stadhuis van Middelburg nu. Ja. En we zijn nu in de oude BMW-kamer, hoe noem je deze? Ja, gewoon wat je zegt, de kamer waar de burgemeesters en wethouders vergaderden. En dat was totdat de UCR hier kwam. Maar alles wat je nog ziet, ja, dat herinnert natuurlijk nog aan de tijd dat, het gemeentebestuur van Middelburg hier nog zat. Kijk, dan hebben we gelijk een gezellig, klassieke koekoek. Is dat ook een archiefstuk? Is ook een stuk uit die... uit die collectie van de gemeente Middelburg. En dat is natuurlijk een collectie van alle Middelburgers. Hè. Ja want Peter, vertel even, want heel veel mensen zullen jou wel kennen. Ik bedoel, jij bent al vaker voorbij gekomen in allerlei media. Maar wie ben je nu precies en wat doe jij bij het Zeeuws Archief? Ja. En wat doe je vervolgens hier in het stadhuis? Ja, dat is een beetje een raar geval natuurlijk. Ja. Nou, ik was natuurlijk gemeentehuis van Veren met het Zeeuws Archief. Dat is de gemeentehuis van Middelburg en de Rijksgevaren samengegaan. Uiteindelijk, 2 jaar geleden, is Peter Seinke met pensioen gegaan. En die had ook nog als functie conservator van de stadhuiscollectie. En ja, dat heb ik Emma bijgenomen, of dat heb ik bijgekregen. Dus ik ben hier 1 dag in de week de collectie aan het conserveren, zou ik maar zeggen. Ja, ja want ik heb die collectie heb ik wel eens gezien, foto's ervan vooral in de beeld bij het Fotoarchief. Ja. Maar waar moet ik nou aan denken? Want je ziet hier kasten staan, er staan borden, lijsten. Wat is het precies? Nou, zal ik even bij het begin beginnen. Middelburg had voor 17 mei 1940 een hele grote historische collectie. In dat oude stadhuis was ook een oudheidkamer waar toeristen langskwamen. Nou, die vergaapten zich aan schilderijen, aan zilver, aan alles wat Middelburg in de eeuwen had verzameld. Dat was daar prachtig. Gebouw, fantastisch. Maar in ene knal is dat dus allemaal vernietigd. Er blijken nog wat spulletjes nog wel bewaard te zijn, maar niet veel meer. Daar ga ik nog eens een keer achteraan. Ja. Maar uiteindelijk, na die wederopbouw, gelijk begon men eigenlijk al plannen te maken voor een heel nieuw stadhuis. Nou, dat moest ook groot zijn natuurlijk. Het was toch wel de provinciehoofdstad waar natuurlijk iets moest gebeuren. Maar dat gebouw moest ook worden gemeubileerd. En er is toen ook een commissie gekomen die heeft bedacht van we gaan overal en nergens, in de hele, bij musea, bij antiquaires, tot Frankrijk, Vlaanderen, Groningen aan toe, gaan we meubels bekijken, kopen, om te zien of we dat stadhuis ook weer kunnen herinrichten. En dat is bijvoorbeeld zo'n kast als die daar achter jou staat, is daar een voorbeeld van? Is een voorbeeld, ja. Maar ook bijvoorbeeld dit fraaie portaal. Dit komt bijvoorbeeld uit een Groningse borg, een Gronings kasteeltje. Ja, maar dit is even wel aardig natuurlijk om zo eventjes na te denken van wat lag nou in die oude oudheidkamer. Ik heb eventjes wat printjes uit het archief erbij gepakt, of wat kopietjes. Nou, kijk, en dan zie je dit soort fraaiigheden. Dus dat stond allemaal gewoon lukraak een beetje opgesteld. Want dit is letterlijk wat de inventaris wat hier... Ja, wat er in die oude oudheidkamer, dus voor 1940 allemaal stond. Dat was heel veel geel en zilver, een model van de Lange Jan. Ja, ik wou zeggen, dat is wel raar. Die staat dan op een voetje, lijkt me. Ja, ze hadden maar bij 3 van die modellen. Allemaal verbrand dus, hè. Ja. Het is echt, Ja, vervolgens, die kamers, dat was ook al aardig natuurlijk. Ik heb het boek, wat je waarschijnlijk ook al kent, de monumenten van Middelburg van Ummer. Nou, er staat een mooie foto van de Vierschaar. Het was hieronder. En de Vierschaar, dat was dat was de oude rechtbank. De rechtbank van de stad. Dat was een hoge Vierschaar, waar dan belangrijk recht werd gesproken. En er was een stadsvierschaar. Dus ik ben dan meteen nieuwsgierig, jij kent de collectie behoorlijk, je weet veel van de geschiedenis van de stad. Maar wat is hier nu in het gebouw iets waar je zegt, dat vind ik zo'n gaaf ding, of een mooi verhaal, of een... Ik heb het eventjes klaargelegd. Oké, dan gaat hij ook. Oh, dat is een mooie openings... Dan leg ik het eventjes klaar in die kast bij mijn Chinese spulletjes. Ja. Dat is ook apart, zeg. Ja, die is heel apart natuurlijk. Hè. Dit is...
is het in godsnaam voor? Ja, je wilt niet geloven, maar Middelburg heeft natuurlijk tot vorig jaar een stedenband gehad met Nagasaki. Ja, ja, dat is waar, ja. Weet je? En iedere keer als dan de burgemeester van Nagasaki even langskwam, dan nam hij allerlei cadeaus mee. En dat was dan in de vorm van, nou ja, fraaie... Oh, je ziet Japanse ook een, popjes. Je ziet ook een foto met... Oh, daar heb je hem, ja. Met de burgemeester Rutte. Rutte. Ja, 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 ja. Maar ik heb eventjes uit de porseleinvitrine heb ik even een van mijn favoriete objectjes meegenomen. Dat witte handschoen. Handschoentje daar natuurlijk, hè, dat denk je wel. Kijk, ik kan natuurlijk niet zomaar allerlei kunst kan ik eruit halen. Maar het doet me toch een beetje denken aan Boudewijn Buurt, die dat vroeger altijd deed met zijn boek op televisie. Ja, ja, met van die Mickey Mouse handschoentjes. Ja, ja. Nee, ik vind dit eigenlijk een van de leukste dingen. Dit is het een klein Chineesje, wat is opgedoken uit het wrak van de Geldermalsen. Dat was een VOC-schip wat in de 18e eeuw naar de kelder is gegaan. En dus uiteindelijk is dat helemaal... De hele lading die daarbij was, hebben ze uiteindelijk geveild. En waar ging die naar de kelder? In de Zuid-Chinese Zee. Oké. Okay. Ja. Maar het was wel een schip wat hier in Middelburg was gemaakt. Oké. Okay. Ja. En het zat dus helemaal bomvol, ook met porselein. En onder andere twee van deze kleine Chineesjes die bestemd waren voor de burgemeester van Middelburg. Vreselijk leuk kereltje natuurlijk, als je het zo ziet. Het is een beetje maf ding. Ja, 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 ja. Er is volgens mij ook een handje gebroken of zo. Ja, zijn handje is gebroken, dat is wel jammer, ja. Maar voor de rest kan je duidelijk zien dat het een jongetje is. Ja, en, dat is duidelijk, ja. Ja, ja. Een kunstenares die heeft hem ook Nanko gedoopt, naar de Nanking Cargo. Oké. Ja. Maar ik vind het een vreselijk leuk ding, hè, want het geeft wel een beetje zo'n beeld hè, van... Je voorstellen, hè, ergens in de 18e eeuw dan bestelt een burgemeester uit Middelburg... Een klein Chineesje, ja, voor zijn, waarschijnlijk voor zijn rariteitenkabinet of en dat stond er ook onbekend uit dat ze daar kleine Chineesjes maakten of zo. Ja, ja, ja. Ja, weet je, nou, ja, je hebt zo'n tijd gehad van de chinoiserie, dat iedereen Chinees wilde hebben. Dat was, okay. Was een bepaalde hobby in die tijd. Ja. Maar in ieder geval, deze burgemeester heeft dat Chineesje nooit gekregen, want dat schip is naar de kelder gegaan. En dan hebben ze het later toch weer gevonden. En later weer gevonden. En wanneer hebben ze het gevonden, weet je dat toevallig ook? Is dat recent of is dat... Ja, dat is 30 jaar terug hoor. Oké. Het was een hele grote veiling, de Nanking Cargo. En heeft dan iemand bedacht, we kopen dat voor Middelburg of Middelburg ging er zelf naartoe? Of? Ja, en toen heeft iemand bedacht van, nou dat is leuk, dit wordt voor Middelburg aangekocht. Om duidelijk dat die relatie gaat nog te leggen met nou, dat VOC-schip en met die lading. En dan nog ook een keer dat het ook nog iets was wat de burgemeester van Middelburg had besteld. He, dat kwam echt ook van in die mooie ladinglijsten kwam dat voor. Het is nou ja, hoe dicht kan je bij geschiedenis komen? Ja, en ja. Hoe mooi verhaal kan je er wel niet omheen breien? En dan ben ik natuurlijk, weet je, omdat af en toe is hier ook tussen kunst en kitchen het gebouw. Ja. En dan vraag ik me ook meteen af, wat is dit nu waard, meneer? Wat is dit waard? Ja, weet je, ik als leek zou denken, nou, dat kost geen rol. Maar ja, dat zeg ik, meneer, wat de gekte van geven, ja, joh. Ja, 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 maar het is wel een bijzonder ding, ja. Ja. Maar superleuk. Leuk, hè? Ja. Oké. Okay. Ja. En dan nog een laatste vraag hierover. Of zijn er nog dingen, want we zitten alweer aan de 12 minuten. Het gaat snel. Oké, okay, ja. Even halen. Maar worden mensen hier van tijd tot tijd ook rondgeleid of is dit... Ja, wel, ja, ja, ja. Want de gidsen die laten dit soort dingen niet zien, denk ik. Nou ja, dit natuurlijk even speciaal voor dit programma heb ik dit in de kuip gehaald. Ja, 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 dat is heel goed. En ik hoorde dat je ook nog bezig bent met iets interessants met de stadsport, maar daar kom ik nog later op terug, want dat vind ik wel interessant. Nou, maar dat bewaren we voor een volgende uitzending. Ja, super. Ja, de volgende keer. Hey, dankjewel, Peter.